De CEO van AlphaCam, wereldleider in high-definition televisie. Maar om u even aan de kijker voor te stellen, willen we wat beelden tonen van een evenement waarvoor uw bedrijf verantwoordelijk was. Hier zien we de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Jullie hebben die opname verzorgd. Ja, dus wij hebben daar de technische apparatuur voor geleverd, de camera's. En in dit geval zijn dat er bijna 70. Over gans Peking heb je kunnen zien, een aantal op helikopters, een aantal natuurlijk in het stadion zelf. Een klein Belgisch bedrijf, een Belgisch bedrijf mocht die opdracht uitvoeren. Ja, dus dat is een van onze specialiteiten. We trachten eigenlijk die markt van die heel grote evenementen in te nemen eigenlijk. En, ja, dat is ons zat plan. U zelf in het stadion? Ik zat in het stadion met mijn echtgenote, ja. Dat is, en dan vond u de adrenaline wel pompen, zeg? Dan, het is een combinatie. In Athene was er al een vergelijkbaar iets. Dan dat hebben jullie ook gedaan, ja. Athene ook al, Turijn ook over. En hier was het spektakel zelf ongelooflijk. Ik moet zeggen, we hebben al wat spektakelshows meegemaakt, maar dit eigenlijk nog nooit. Het contract voor Londen is ook binnen. We hebben het contract voor Londen zelfs al getekend 2 maanden voor Peking, in april van dit jaar. Dus ja, is dat nu groter, belangrijker? Dat is eigenlijk moeilijk in te schatten. Het is, op zich is Londen misschien zelfs nog spectaculairder, omdat we daar natuurlijk in een markt zitten met heel veel concurrenten. Engelse concurrenten zijn er behoorlijk wat. En het geeft ook wat zekerheid voor de toekomst natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Dat u kikt op de Olympische Spelen, dat is begrijpelijk. Maar er zijn ook andere opdrachten waar u fier op bent. Onder andere de eedaflegging van de nieuwe Russische president Medvedev. Deze beelden, waarom was die opdracht zo belangrijk voor u? Dus we hebben eigenlijk dus een dubbele reden aan. Mijn ouders komen uit Hongarije, zijn eigenlijk voor de Sovjets gevlucht. Dus dat is op zich wel pikant. Ja. Dat u dan kan gaan draaien. Dat wij ondertussen nu in Rusland daar draaien. Maar los daarvan, Rusland is voor ons een belangrijke markt. Het is een grote markt. Televisie wordt onder andere betaald door het aantal kijkers. Dus hoe kleiner die markt, Vlaanderen is niet groot. Maar de buitenlandse markt en zeker Rusland is voor ons een potentieel interessant iets. Ja, dat is een heel belangrijk deel van uw werk, die opnames van evenementen, sport en andere dingen. We doen er ook heel veel andere, hoor. Ja. Vanavond doen we Champions League in Italië, bijvoorbeeld Fiorentina, Lyon wordt door ons gecapteerd. We doen 2200 wedstrijden of evenementen per jaar. Dus de grote spelen of die Russische evenementen zijn belangrijk voor ons. Maar 97% van onze activiteit is buiten België en dus Champions League in alle landen van Europa. Maar hier in België hebt u dan ook nog 2 themazenders op televisie, XK Sport en XK Cultuur. Hoeveel kijkers bereikt u daar ongeveer mee? Het zijn digitale zenders. Zoals u weet is digitale meting nog niet 100% op punt ten opzichte van de analoge. We kunnen maximaal... Ja. Wel, we weten voor tweede klasse voetbal op minder dan 2 maanden tijd dat we nu rond de 200.000 kijkers hebben op een weekend. Voor tweede klasse voetbal? Voor tweede klasse voetbal. Aha. Dat is eigenlijk iets meer dan eerste klasse. Ja, maar daarnaast had u aangekondigd dat u nog een grote, zoals men noemt, generalistische zender wil oprichten. En eigenlijk was die aangekondigd voor het najaar? Nee, we gaan die zeker starten. Wanneer is inderdaad, laten we zeggen, alle parameters moeten eigenlijk samenkomen. Het is niet enkel distributie, het is techniek natuurlijk een stuk. Er is inhoud, de programma's zelf moeten klaargestoomd worden. Maar veel belangrijker dan dat is voor ons eigenlijk het marketen, namelijk het bekendmaken van de zender enerzijds en het economisch model erachter, de inkomsten natuurlijk. Het is geen betoelaagde omroep, het is een commerciële omroep. Moet van reclameinkomsten. Reclameinkomsten. En laten we zeggen dat wij beschouwen dat als een sluitstuk van de themazenders. Dus de themazenders als onderbouw, de algemene erboven. Wij moeten eigenlijk partners vinden ervoor. Dat kunnen banken zijn, dat zouden kunnen brouwerijen zijn enzovoorts. En uiteraard, die hebben vandaag het iets moeilijker. Want het is een heel ambitieus plan, een ambitieuze zender, hè, die zich wil meten met VTM, met één, met alles erop en eraan, journaals. Wij meten ons met niks. Wij trachten eigenlijk iets te zetten dat er nog niet is. Dus het is eigenlijk wel een nieuw model. Maar het zal effectief met journaals zijn. Je kan volgens mij geen fatsoenlijke zender zetten zonder nieuws. Maar het zal even goed aandacht geven aan cultuur, aan sport, aan alle andere items. Maar we hoorden vandaag VRT moet besparen. Sanoma zet Milo stop opwille van economische moeilijkheden. VTM kampt met minder reclameinkomsten. Hoe voelt u de crisis? Wel, ik zou het eigenlijk willen vergelijken met de restaurantsector. Het is in een piekperiode, als het hoogconjunctuur is, heb je 10 restaurants die zitten nokken vol. Maar ik geloof niet dat in laagconjunctuur alle restaurants half vol zitten. Ik geloof wel dat eigenlijk de 5 beste restaurants die een goed aanbod brengen, die een aanbod brengen dat de mensen willen,
dat die vol zullen zitten. En er zullen 5 anderen gewoon wegvallen volgens ons. Je moet gewoon bij de beste zijn. Je moet bij de beste zijn. Je moet iets bieden dat de mensen willen en de mensen hun keuzes veranderen. Dat geldt in een restaurant ook. 20 jaar geleden had je geen Japanse restaurants of nagenoeg geen. Vandaag is dat heel trendy. Mm-hmm. En dat geldt voor televisie ook. Maar minder reclameinkomsten, dat moet u toch ook voelen? Wel, minder, ja, maar reclame blijft bestaan. Het gaat niet verdwijnen. Zelfs in laagconjunctuur, paradoxaal genoeg, zijn het net de banken die de voorbije maanden het meest hebben uitgegeven aan advertenties. Zij zijn de big spenders in advertenties geweest. Natuurlijk een stuk ter compensatie van imago natuurlijk. En het zal misschien ook wel veranderen. Maar ik blijf, ook in een moeilijke periode, zullen de bedrijven die zich willen differentiëren, onder meer willen geld uitgeven aan zich kenbaar maken, aan advertenties, maar selectiever en misschien meer gericht, meer eigenlijk zoeken naar de juiste niche, en daar willen wij misschien een antwoord op bieden. Dat Bart Pauw, geloof jij in de nieuwe grote zender van meneer Fairbari? Ik vind dat hij met heel veel enthousiasme eraan begint en ik wil het wel zien. Ik ben er zeer nieuwsgierig naar. Ben je met hem gaan praten ook? Nou. Wij hebben elkaar eens gezien om te praten over de toekomst in het algemeen. En over voetbal ook, hè? Regelmatig. Voetbal. Ja. En ik ben na mijn vertrek bij Woestijnders met een aantal mensen gaan babbelen. Maar dat was dan hoofdzakelijk productie. Kunnen we iets betekenen voor productie te doen enzovoort. Ja, en zou iemand als Bart de Pauw in uw nieuwe plaatje passen? Nu is het te laat natuurlijk. Maar... Niks is te laat, hè. Vandaag is het te laat. De komende 3 jaar. Ja. De komende 3 jaar waarschijnlijk wel. Ik denk het wel, dat zou perfect kunnen passen. Ik denk, afhankelijk van de waarden, wij trachten een aantal waarden te volgen die anders zullen zijn dan de bestaande omroepen. Wat bedoelt u daarmee? Waarden? Bijvoorbeeld positivisme. Wat zou er bijvoorbeeld niet kunnen op uw zender, een van de bestaande programma's? Ik ben dus geen pastoor, in tegendeel. Maar ik denk dat bepaalde ethische waarden nog wel anders zouden moeten belicht worden in de media. En dan denk ik aan ontspanningsprogramma's zoals Big Brother en Temptation Island. Ik vind eigenlijk de achterliggende waarde is destructief, is negatief. Dus het uiteentrekken van koppels vind ik eigenlijk geen fatsoenlijke waarde op televisie. Mm-hmm. En wij willen het positief benaderen. Positieve kijk geven op atleten bijvoorbeeld ook, op de groei van atleten. En uiteindelijk, er is veel gekankerd over de prestaties van onze atleten bij de Olympische Spelen. En ik denk dat de media daar een positieve rol in kunnen spelen door onder andere de atleten 4 jaar lang te belichten en niet enkel die 2 weken dat er spelen zijn. Wanneer hoopt u wel van start te kunnen gaan met X-Ski, met de grote? Ik wil er geen uur of datum op plakken, maar ik zou zeggen als de 5 parameters toekomen, dus distributie, maar dat is een spel van Telenet en een aantal kabelmaatschappijen, techniek, maar die is in wezen beschikbaar. De programma's, we zijn nu al programma's aan het maken en die moeten klaar zijn op tijd en ze moeten goed genoeg zijn om te challengen, zou ik zeggen. En tenslotte vooral dus de bekendheid van het product, allee, van onze merk, van het woord X-Ski eigenlijk brengen, dus X-Ski. Dan stijgen de percentages. Nee, X-Ski, Oostenrijk. En tenslotte het commerciële. Dus, maar is dat nog een half jaar, een jaar? Ik zou zeggen in de loop van 2009. En je weet het zelf, komt er zeker. Je start geen zender in, neem maar, april of mei, want dat ligt te dicht bij de zomer, dus het zal in de loop van volgend jaar zijn. En waarom gaat u daar wel in slagen? En anderen, bijvoorbeeld VT4, heeft dat ook geprobeerd? En VT4 heeft al geen nieuws. VT4 heeft zeer weinig eigen producties. Wij hebben eigenlijk, en dat is een van de krachten van Alphacam, toch wel 12 grote studio's bij ons. We hebben 34 tv-wagens. Wij kunnen eigenlijk heel wat maken. Faciliteiten zijn er. Faciliteiten zijn er en we zullen efficiënter produceren. Een van de zaken die ik me eigenlijk afvraag, hè, dat is misschien een item dat we straks kunnen aanraken, omdat er vanochtend is aangekondigd dat de VRT moet besparen. Maar waarom werkt de VRT niet? Het heeft voor alle duidelijkheid niks met mij te maken. Ze moeten niet besparen omdat ik nu een contract... Nee, maar waarom wordt er bijvoorbeeld niet samengewerkt over de taalgrenzen? Veel minder. En ik bedoel, België is één land. Ik ben ervan overtuigd dat je 80% van wat je maakt eigenlijk ook wel in Wallonië zou kunnen slijten. Mm-hmm. Je kan op die manier profit halen. Je kan efficiënter werken. Wij kunnen in één studio verschillende programma's achter elkaar laten aanschrijven. Gaat u voor Vlaanderen en Wallonië werken? Absoluut. X-Ski is nu al, vandaag, bestaat de sportzender ook al in Wallonië. Dus wij zijn een nationaal product. Dus een sportzender en een cultuurzender zijn nu beschikbaar op alle Waalse en Vlaamse. U klinkt heel zeker van uw stuk. Hè? U bent al heel succesvol geweest. Zegt dat u afgaat op uw buikgevoel, eerder dan op marktstudies. Bent u nooit bang dat u zult falen? De combinatie. We zijn heel intensieve marktstudies aan het uitvoeren. Een bedrijf dat Wi-Fi Research noemt, het vroegere Sensidium eigenlijk, min of meer. Het gevaar in marktstudies is voor een stuk dat die eigenlijk meten wat er is en was.
en niet wat er zou kunnen zijn. En wij gaan er eigenlijk vanuit dat de mensen media anders zullen consumeren binnen 5 jaar dan vandaag. Internet is op komst, of is er eigenlijk voor een stuk al. Mobiele televisie is een nieuw platform. Digitale cinema is een platform waar wel mogelijkheden mee zitten. Je hebt eigenlijk een heel pak nieuwe... De digitalisering zal onder meer maken dat dit programma niet meer live bekeken wordt straks, maar opgenomen wordt en eigenlijk uitgezonden wordt achter, of apart wordt geconsumeerd. Verandert ook het reclamemodel, advertenties worden weggezapt. Er gaat veel veranderen. En dus wij gaan ervan uit dat wij trachten heel flexibel en heel gericht en snel ons model aan te passen op die markt. Ja.